Ik denk, ja, kan je in 1,5 uur een muurtje verven? Ik denk het wel. Ga je nog een keer meten? 5 of 6. 5 of 6? Ja. Mag ik van jou wel vloggen? Ja. Wij zijn in het speelpark met opa en oma. Ja. En Sven is zo ziek dat hij ervan aan de drank is gegaan. Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Hallo allemaal, ik sta in de babykamer en ik heb net afgeplakt, zoals je kunt zien. Het is vrijdagmiddag en ik had heel veel zin, dit al heel lang had ik heel veel zin om hiermee bezig te gaan. Dus het is heel scherp. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga vrijdagmiddag, ik had tot 2:30, 3:15 klanten. Ik ga dan lekker mezelf vrijgeven en bezig in de babykamer. Ik dacht, ik ga alleen afplakken, maar nu is het 4:30 en heb ik alles klaar. Ik wil rond 4:45 zoiets Olivia halen. Dus ik heb nog 1 uur en 3 kwartier, of eigenlijk 1,5 uur, want dan moet ik een beetje gaan opruimen. Ik denk, ja, kan je in 1,5 uur een muurtje verven? Ik denk het wel. Dus we gaan het gewoon proberen. Ik heb hier de verfspullen allemaal staan. Ik moet nog eventjes folie of zeil neerleggen. En dan ga ik met dat kleurtje deze wand kleuren. En Skittles loopt hier lekker om me heen. Oreo's vast ook wel ergens. Dus ik ben benieuwd of straks de poezen roze zijn en alles roze is. Of dat ik het een beetje beperkt kan houden. Nee, dat komt vast wel goed. Ik heb er in ieder geval zin in. Tijd klaar, want dit is zoveel werk, want we hebben van die grof gestukte muren. Ik weet niet of je dat kan zien. Ja, dat kan je wel zien op de vlog, maar och, dan is het zoveel werk om te schilderen. Het ziet er op de camera trouwens meer vlekkerig uit dan dat het in werkelijkheid is. Het is ook, ik heb heel veel verf nodig. Het blik was voor 25 vierkante meter geloof ik, en dit was iets van 13 vierkante meter had ik uitgerekend. En ik hoop echt dat ik genoeg heb. Maar goed, dat zien we allemaal wel. Maar goed. We hebben net gegeten. Ik had Olivia opgehaald. En nu ga ik maar weer verder. Want ik moet dus nog wel een stukje. Ik hoop het eigenlijk wel vanavond in ieder geval de eerste laag te kunnen doen. En dan de tweede laag. Ja, zal misschien gewoon heel licht zijn. Als ik dat al red en dus niet nog nieuwe verf nodig heb. Maar ja. Het is dus nogal een projectje, maar ik vind het op zich wel leuk om te doen. Maar het is zo zwaar, omdat het zo grof gestukt is. Dus nou ja, het duurt even. Nou, misschien dat ik het net gehaald heb met de verf. Alles is geverfd en het is echt schoon op. Ik heb echt de laatste dingetjes met de kwast zelfs gedaan. Omdat ik gewoon niet genoeg meer had om op mijn roller te doen. Maar ik moet nog wel even kijken of het echt egaal opdroogt. De bovenkant heb ik later gedaan, dus daarom is het een beetje een andere kleur dan de onderkant. Maar daar zit dus ook denk ik een wat dunner laagje op. Dus ja, even kijken of het egaal opdroogt en anders toch maar nog een pot kopen denk ik. En dan kom je op de slaapkamer en dan zie je dit. Oh, dat is toch te schattig. Oreo en Skittles liggen de hele tijd naast elkaar de laatste tijd. Dat is leuk. Ze zijn echt buddies. Oh ja, dat is zo lief. Nou, daar liggen we dan. Lekker te chillen. Deze katten herken je niet eens meer als twee katten. Oreo heeft Skittles een soort van gevangen of zo. En Skittles vindt het heerlijk. Zo schattig. Je kan echt niet meer zien dat het twee katten zijn. Het is zaterdag. Alweer 12:30, even over 12:30. Ik heb net lunch gemaakt. Olivia en ik zijn vanmorgen naar mijn schoonouders geweest, naar de ouders van Sven. Ik bedenk me ineens dat ik de monitor nog niet aan heb. Olivia die ligt lekker te slapen nu.
Die is om 11:40 of zo in slaap gevallen. En ik heb direct even lunch gemaakt. Ik heb 2 boterhammen met gebakken ei en kaas. En Oreo is ook aan het lunchen. Skittles loopt daar. Ik vrees dat ik toch nog weer verf moet kopen. Want ik ben niet 100% tevreden. Ik ga het straks wel even laten zien. Maar de onderkant van de muur is duidelijk dichter bedekt dan de bovenkant. Omdat ik boven natuurlijk net even te weinig verf had. En dus maar een heel dun laagje heb gedaan. Zie je dat verschil gewoon. Maar nou hoop ik eigenlijk, als ik natuurlijk die hele muur weer doe, ik weet niet of het dan egaal wordt of dat er alsnog een kleurverschil blijft. Omdat ik dan onder natuurlijk nog weer dikker heb. Ik weet niet. Mijn ouders zijn best wel handig in verven. Dus ik denk dat ik hun misschien straks even video bel. Om advies. Want ik weet niet zo goed wat hier te doen. Ik ga nu in ieder geval lekker lunchen. Met een podcastje. Ik was held in eigen verhaal aan het luisteren. Vind ik altijd heel interessant om te luisteren. Ja, wij hebben kapstokken gekocht, hè? Kunnen we een kapstok maken voor Olivia? We openmaken. Openmaken, ja. Die gaan we ook openmaken, ja. Kom maar, Skittles. We gaan een kapstok maken voor Olivia. Ga maar naar de gang. Naar de deur. Naar de deur. Ja. Yes. Kijk, we hebben namelijk hier nu alle jassen hangen, maar dat is sowieso veel te veel. We moeten sowieso ook even de winterjassen. Maar van Olivia ligt alles nu hier. En we dachten, ja, waar gaan we dat nou doen? Want we hebben hier dat schoenenrek. En hier zit een radiatortje, die ik overigens niet mooi vind, maar dat terzijde. Dus we twijfelden of hier tegen de kast staan, of hier tegen deze deur aan. Uitpakken. Kaartpakken. Wat zeg je? Kaartpakken. Klaar? Ja. Oh. Kaartpakken. Klaar met praten? Ja. Oh. Ja, mama is klaar met praten. Wat heb je gemeten? Hoeveel is het? 2 kilo. Ja, die zit vast, hè. Die heeft mama al gemaakt. Heb je gemeten? Ga je nog een keer meten? 5 of 6. 5 of 6? Ja. Oh, oké. Okay. Dankjewel. Zo, het resultaat. Mama, ik ben er blij mee. Mama, ik kaartpakken. Ja, ik kan laat met praten. Dit is een zomerjasje van Olivia. En deze ook. En die ook. Dus die gaan straks nog weg. Maar we hebben... Ja, mama is klaar met praten. En, maar we hebben straks natuurlijk 2 kindjes met jassen. Dus dan hebben we in ieder geval genoeg ruimte. Sven is thuis. Hi. Olivia heeft wat nieuws. Elke keer als ik ga vloggen, dan zegt ze klaarpraten, klaarpraten. Oh ja, wel zo niet dat je vlogt. Nee. Oh. Ik verstond eerst niet wat ze zei, maar ze zei klaarpraten. Okay. Mag ik van jou wel vloggen? Ja. Maar ik heb lekker soepje gemaakt. Ik had zo'n zo'n voorgesneden soep ding. Bij de Jumbo hebben ze dat. Bij Albert Heijn vast ook wel, maar daar heb ik het nog nooit gekocht, denk ik. Vind ik altijd heel makkelijk als ik gewoon even snel een soepje wil maken, maar wel het vers wil maken. Niet dat zelf vers soep maken nou zoveel werk, meer werk is, maar dan hoef ik niet te snijden. En dat scheelde heel erg. In mijn hoofd vooral. We eten lekker soep met echt een broodplankje met allemaal lekkere smeerseltjes. En dan lekker chillen. Ik zou even bellen met een vriendin, denk ik. Alleen die heeft kinderen die ietsje ouder zijn. Dus ik denk dat zij pas rond 8 uur of zoiets, 8:30 misschien klaar is. Dus ik merk wel hoe laat ze bel. Maar ik slaap natuurlijk altijd echt om 9:30 of zo. Dus vaak als ik dan wil bellen met vriendinnen, dan dan moet ik nachtbraken inderdaad. Of dan kunnen we niet zo heel lang bellen. Want ik heb wel echt mijn slaap nodig. Dus ik wil eigenlijk echt om 9:30 slapen. Maar goed, dat weten de mensen ook wel. Dus het komt vaak wel goed. Het is inmiddels zondag. Ah, ik zie de ezel. En wij zijn in het speelpark met opa en oma. Ja. Papa die ligt op bed. Ja, het paardje. Want die was niet helemaal... Een koe, ja. Oh, ja. Dat is een koe. Ja. Boe. Ga je de ezel zoeken, lieverd? Okay. Op de berg, hè? Oh,
Kijk, daar is de ezel. Olivia wil altijd de ezel zoeken. Hey, varken. Hey, varken. Die groeien zo hard. Die waren, het waren de biggetjes een paar maanden geleden. Nee. Wil die niet aaien? Nee, ik wil niet aaien. Olivia wil niet aaien. Nee. Hij knort helemaal. Hij vindt het lekker. Ja. Hoi. Waar is het andere varken? Gaan we die ook zoeken? Heel graag eentjes liggen er. Ja. Precies. Olivia, Olivia wil altijd eitjes zoeken bij de kippen. Die koe die denkt, die komt niet goed. En we hebben even lekker warme chocolademelk. En Olivia heeft een pakje en een muffin, want ze had nog niks gegeten. Dus ik denk, we doen het zo even. Het is nog best wel lekker. Lekker weer. Ja, ja toch? Ja, prima. We zijn inmiddels weer thuis bij Sven. Wil je die hebben? Oh, dat mag, liever. Olivia heeft eigenlijk al gegeten, maar ze gaat lekker ook nog een beetje met ons mee eten. We hebben namelijk lekker een pokeball. Eet smakelijk. Olivia ziet mij met stokjes eten en wilde ook met stokjes eten. Nou, prima. Stokje eten. Ja. Heel goed, lieverd. Niks meer aan doen. Zo, opa en oma zijn weg. De kleine ligt op bed. Dus wij vieren. Gaan lekker chillen. Oreo zit daar, Skittles zit hier. En Sven is zo ziek dat hij ervan aan de drank is gegaan. Dat is niet normaal. Dus kijk hoe wit je ook bent. Ja, maar het is echt, ja, ik weet niet. Het is niet best. Nee, hoe lang is het geleden dat jij een whisky hebt gedronken? Een jaar, denk ik. Minimaal. Dat denk ik ook wel. Misschien wel langer. Ik denk wel langer geleden, ja. Helpt het? Nee. Dan moet je er nog een. Ja, ik denk dat ik die fles kan leegnemen. Ik heb dat echt... Normaal ben ik nooit zo van alcohol echt. Maar nu tijdens mijn zwangerschap denk ik wel echt... Oh. Ach, je bent altijd van alcohol. Dus. Ja, dat is wel waar. Maar ik drink niet veel. Nee, je drinkt maar wel, niet vaak. Ik kan er echt van genieten. Van een drankje. Ja, en... Ik denk dat ik normaal gesproken de gemiddeld 1 per week niet eens haal. Maar er zijn wel weken dat ik 4 of 5 drankjes drink. Ligt eraan wat we in huis hebben. Ja. Maar ja, jij bent gewoon, je houdt wel gewoon van alcohol. Ja, voor heel af en toe. Ja. En nu mis ik dat wel echt, terwijl dat vind ik echt zwak. Zeg maar, als ik dat dan uitspreek, denk ik, come on. En ik vind het ook, natuurlijk nou, blijf ik er vanaf, maar... Ik weet niet of je dat zwak vindt. Het is toch hetzelfde als je geen snoepjes mag eten en je denkt, oh, ik wil een snoepje. Toch? Ja. Ik kan er gewoon echt van genieten. Maar ik weet zeker dat ik mijn vorige zwangerschap ook. Maar en dan mag het weer. Ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik niet mijn smaak kwijt was geweest, denk ik niet dat ik had gedronken. Nou ja, voel je dit dan wel, de alcohol? Ja, je neemt wel meer waar, zeg maar, wat je drinkt als het ware. Volgens mij hebben we dat ook helemaal niet gezegd, maar Sven is dus volledig zijn reuk en zijn smaak kwijt. Maar echt volledig. Hij proeft echt niks. Hij heeft een coronatest gedaan, maar die was negatief. Ja. Maar we kunnen bijna niet voorstellen dat het niet corona is. Nee, maar het is echt bizar. Maar ik heb het echt... Ik heb de eerste keer dat ik corona had, was ik ook een beetje mijn reuk en smaak kwijt. Maar nu echt... Het maakt echt niet uit wat ik eet. Het proeft allemaal hetzelfde. Je eet ook geen eens snoepjes meer of chips meer. Nee, maar meer. Ja, het is ook gewoon... Niet meer leuk. Nee, en dan denk ik, ja, dan eet ik dus wel heel veel zinloze calorieën. Waar ik niet van geniet. Nee. Dus dat is wel gek. Ja. Ja. Maar ik hoop dat je snel beter bent. Nou ja, we zijn nu... 2 weken of zo heb je dit nu. Ja. Ja, 1,5 week, 2 weken, 1,5 week. Ja. Is wat het is, hè? Ja. Ik ben moe. Ik ga lekker chillen. Ja. Ik ook. Ik weet niet of jullie dit kunnen horen, maar Oreo die spint zo hard. Zoals als je hem niet uit. Hij spint harder dan ik de mout.
Ja, dat is waar. En inderdaad, hij ligt dus gewoon, we aaien hem helemaal niet of zo. Hij ligt gewoon lekker daar. Dan gaat hij hoort spinnen. Schatje. Een skittles is ook zo'n schatje. Hallo, het is ondertussen maandag en ik ga aan het werk. Sven en Olivia die zijn er Sven's ouders. Ik heb een relatief rustig werkweekje. Maar dat vind ik ook wel fijn, want ik moet gewoon mezelf even wat dingen op orde krijgen. Ik wil sowieso dus nog heel graag de babykamer in tweede laag schilderen. De verf is in huis. Gisteren mijn ouders ook eventjes gevraagd. En die zeggen, joh, doe het gewoon een hele laag nog een keer. Dan trekt het vast wel bij. Dus dat ga ik doen. Dat hoop ik ergens in de komende dagen te doen. Maar ik wil ook de standaard dingen doen. Zoals een video opnemen. Ik denk trouwens dat ik even een persoonlijke update video op ga nemen. Omdat ik nou dat fijn vind. Om gewoon eens eventjes goed met jullie te kletsen. Ik weet dat jullie dat ook heel leuk vinden. Dus ik denk dat ik dat ga doen. En een podcast opnemen. Als ik dat nou vandaag doe, dan kan ik woensdag, donderdagochtend en vrijdag besteden aan de andere dingen. Zoals bijvoorbeeld de babykamer, maar ook bijvoorbeeld nog een Instagram post doen. Ik heb nog een aantal klanten die ik wil spreken. Ik wil misschien een beetje bezig met het geboortekaartje, die ontwerpen. Dus ik wil eigenlijk vandaag wel gewoon lekker knallen, zodat ik al veel gedaan heb. Zodat ik daar ook voor andere dingen tijd over heb. Bijvoorbeeld het koffiezetapparaat moet al best wel lang ontkalkt worden. Weet je, dat soort dingen. Maar het komt er gewoon telkens niet van. Er zijn ook nog een paar dingetjes die ik nog wil kopen voor de baby. Dus ja, ik ga kijken hoeveel ik kan doen in deze week. Om weer een klein beetje rust in mijn hoofd te creëren. En dat is denk ik echt een nesteldrang die nu opkomt. Want dat kan best verdeeld over de komende weken. Maar het voelt nu alsof ik alles moet afronden of zo. Oh, en trouwens, ik vergeet het elke keer, want ik ben er helemaal niet mee bezig. Maar ik ben morgen jarig. 24 oktober ben ik jarig. Gisteren zijn mijn ouders dus daarvoor onder andere geweest. Maar ik voel totaal niet de behoefte om het te vieren. Ik heb sowieso, vier ik het meestal gewoon alleen voor de directe familie. Dus echt onze ouders en Sven's zus en zijn gezin en mijn broertje en zijn gezin. Dus ja, ik heb verder ook niet echt behoefte om het te vieren. Misschien dat Sven en ik lekker een gezellig avondje gaan doen morgenavond. Maar verder vind ik het eigenlijk wel prima. Dus doe ik er eigenlijk niet zoveel mee. Dat was deze vlog. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het was heel gezellig gisteren dat mijn ouders er waren. Altijd heel leuk. En Olivia vindt het heel leuk. Dus ik heb echt heel erg genoten. En op zo'n dag vlog ik altijd wat minder. Omdat ik gewoon helemaal in het moment ben. Maar ik weet dat jullie dat wel begrijpen. Ik heb weer zin in de volgende vlog. Oreo die zit lekker bij mij. Kijk, die zit daar. Skittles is volgens mij nog niet naar zolder. Die vindt het volgens mij de trap nog een beetje spannend. Dus misschien dat ik hem zo meteen even ophaal. Soms begint hij namelijk een beetje te mouwen als hij alleen is. En dat vind ik dan zielig. Dus dan haal ik hem wel gewoon op. En dan kan hij hier lekker liggen samen met Oreo. Dankjewel voor het kijken. Er komen dus zeker meer vlogs aan. Ik zie je heel graag in de volgende. Doei doei!